Nee. Wat gebeurt er nu dan? Rowan? Wat gebeurt er? Nou, vliegen. Vliegen. Dat is wel heel goed. Heb je de remmer op staan? Jij rijdt. Bootje. TT-lijn. Dit is Zweden. Wat een muziek, hè? Wat een muziek hebben we opstaan. De Zweedse heeft mij gehad. Daar in de verte ligt Helsingborg. Zie je dat? Staat hij op? 1-2-0. Kijk, dat nou. Nieuwe auto. Hier mag je maar 70. 170. 170. Finland. Het ziet er lekker op. Ik heb gisteravond wel de boot gehad toevallig. De Zila-lijn hadden we. En we rijden nu op weg naar Helsinki. Vind ik dat? Ja, dat is twee. Doe ik het? Buik in. Yes, yes. Alright. Knap op even. Dat zeg ik niet. Mint. Wat is deze afslag? Linkbaar. Kijk eens hoe zwart die auto is. We tanken nu momenteel in Finland diesel. Ja, recht aan het doen. Ja, ik zal het even dichtbij doen. Het is helemaal zwart. Alles is zwart. We hebben net gehoord van andere Hollandse chauffeurs dat er geen diesel in Moskou is. Of in heel Rusland. 10 kilometer. Hoe? 10 kilometer file. Voor de grens. Alles is ijs. Zal je dat thuis ook zo doen? Een mooi zoutje wezen. Oh Bert, ik zie niks meer. Dit is de... Wat is dit Bert? Ja, dit we rijden nu niemandsland in is dit. Is dit een stukje niemandsland Bert? Ja. Nou, volgens, ja, daar staan we stil. Volgens Peter komen we zo stil te staan. Die rijdt voor ons. Ja. Ja, zeker, zeker, zeker. En we zullen jammer weten dat er allemaal gewoon terug nog eens wat doen, hè? Ja. Nou, we komen nu in de gigantische file voor de. Gaan jullie een beetje vervolgen of niet? Ja, we gaan nou even een meter of 200 eruit, Willem, hè? Oké, wel. Gaan jullie een beetje vervolgen? Vooruit, hoor. Even een moment. We krijgen hem hoor vandaag. Twee Uienburgers. Hola, Martin Lamont. Dat is voor de. Hij heeft Willem nog eens gedaan of dit? Nee. Nou, nee, man, daar heb ik niks aan. Koop je niet? Nou, nee, daar heb ik helemaal niks aan. Hey, ik heb speciaal voor Uienburgers meegenomen. Twee. Ik heb een heel gezinspak mee, tussen de middag voor een brood. Ik heb net zo'n putbak. Daar was spettert een beetje. We hebben alles afgedekt, Jan hoor, kijk maar. Dat is, ja, je moet wat. We staan hier voor de grens. Je mag eigenlijk helemaal niet filmen hier. Oh, daar had je gedaantje, Jan. Kijk, hele rij. De vliegtuig staat voor ons. Het duurt wel een uurtje of vijf. Maar ja. We komen er overheen. Is het vandaag niet, dan is het morgen. Oh. Ja. Dit is
is op weg van de grens naar de camping. Ik hoop dat we wat zien, maar het zal wel niet. Goedemorgen. Hey, ik ben met Marokka. Hey. We zijn een week verder. Zij zo in Moskou doet de luchtvering het weer. We staan in Petersburg. We gaan, als het goed is, zo rijden richting Moskou. We staan even wachten voor de uitgang. Ja, we rijden. Dit is de weg naar een klein stukje. We zijn weer in Petersburg. We rijden op met die jongens van Chrome. Van Engelsen. Die kennen we van Daily. Visbeen is bij zijn vrouwtje gebleven gisteren, dus die zijn we kwijt. Hij zou hier nog langskomen, maar we hebben hem niet meer gezien. Te druk met andere dingen, denk ik. Ja, dan gaan we volledig minder gezien. Hé, hey, wat mooi huisje, man. Netjes de. Drie pijpen, dat is dat Olle, die dat Olle schip. Ik doe de camera kijken. Olaf ding. Er schijnt een revolutie op begonnen te zijn. Nou, daar wil ik die foto van maken. Jezus, kijk. Nou, het is net knap. Hier gebeurt wel niks. Nee, dat dacht ik al. Ah, deze is fijn. Je gelooft je ogen niet, maar trainingen houden ze op Holland. Is het voor iets? Ja, weet ik wel. Ook in onze kleur ook. Zijn er staan die Hollanders, dat dacht ik al. Komt daar nog van bij, joh. Er staat een praat. Oh, is dat de crash van Ron gefilmd? Ah, jongens, je maakt hier van alles mee. Maar eerst neer. Dat politie daar, dat was waar liggen, ja. Mijn creditkaart wil hebben. Ja, mijn creditkaart wil hebben in deze stad. Was dat voor Anne-Marie? Maar is net achter de stuur. Nou. De Britske. Dat is straf, ja. Nou joh. Gewoon door de smerige raam heen. Echte bende. Nou jongen, deze weg gaat wel hoor. Ja, je moet een beetje goed opletten. Zo is een stukje hartstikke goed en zo is het weer heel slecht. Een grote kaleren zo op die auto. Die auto ziet eruit met de ramen schoongemaakt, niet kijken.
kijk, de Holland is er weg. Ah, jongens. Ja, ja, ja. Hey, onderdelen! Hey, Erik! Onderdelen leggen op de weg. Dan mag weer dicht hoor. Lopen wij de zijkant om daar te spoelen op de koplampen. Tankstation. Even de modernste. Daar staat hij dan, helemaal verrot is hij. Ron is aan de afwas, het snelt heel licht. Turk. Nog maar rijke ruzie. Hier hoor. Het is nu 5:30 s'avonds. Bert doet nou. Bert, niet lullen, Karel, luister. Dit is de eerste keer dat hij werkt vandaag. Meestal zegt hij dat hij hard werkt, maar het is de eerste keer dat hij werkt vandaag. Ik heb nog soep voor hem moeten koken net. Kijk dat zingert. Nou werkt hij pas voor het eerst vandaag. Kijk hoe fit hij nog is, die jongen. Dat is mijn bijrijden. Ik zal thuis zo gezellig op zondag als dit. Hè? Dit is mijn collega. Extra verzekering afsluiten. Hier ook, ik kan geen eens filmen. Houd het. Zo. Gas is alles. Het heeft hier vanochtend ding gesneeuwd, want alles is zo wit nog. Bomen wit, weg is wat witter. Hoe koud is het webcam bij de te zien? Kamikaze aanval van Bert. Het is nu net even over tweeën. Het is de met dan weer donker. Zo. Nou, dat was de zon gefilmd. Die jongen is echt gek hoor, maar ja, dat wist ik al. Dit is mijn hotel Minsk. Help even een andere rol om met die lekker banden. Of Minsk, hotel Minsk, moet mij hoor. Te ver. De krik is onder de as vandaan geschoten. Dus daar ligt de hele spul ligt op de grond. Dat ging niet zo goed. Ja, dat heb ik gezien, Bert. Ik zag hem eraf schieten. Moet je niet zo interessant te kijken, je hebt er helemaal geen verstand van. Jij hebt mij vanmiddag te pakken gehad. Nou gaat hij nog een keer werken. Hij had de hele dag nog niks gedaan. Nou wil hij nog even aan de gang. Goedemorgen. We gaan lossen. Ziet er allemaal perfect uit, toch? Keurig. Wat, Ron? Hé, wat loop je nou weer? Kijk dat, kijk dat. Ach, Dolf heeft toch gelijk, geen klomschoen hoor. Je legt me even. Ach man, ja, doe je wakker. Ja, dag Ron. Ik ben aan het filmen jongen, dan krijg ik er niet alles tegelijk, kijk. Keurig allemaal. Ja. Kijk, je zit Bert op zijn. Overdorps, nieuwe freezer. Shell helpt. Kijk, de vonken springen eraf. Hij doet het mooi niet. Nou joh. Dan moet ik geen meer doen, maar dat is niet. Nou, dan gaan we te lossen. Het is nu 8:30 tijd. De knet is weg. Misschien vandaag
Misschien morgen. Wist hij nog niet. Nou ja. We gaan nu even bellen, kijken of we de satelliet op kunnen stellen. Wat gaan we doen, Ron? Dat is wel onduidelijk, hè? Gaat het de gedaan dicht, die lul. Doe gedaan open! Dat is het koelhuis. We zijn leeg, we moeten daar parkeren, op het kernet wachten. We gaan even bellen nou. Het is nu 10 uur, voor mij staat ze te toeteren. Ron rijdt gewoon door. We moesten een hoogje op, dat heb je wel 4 keer over gedaan voordat we het hoogje op waren, zeg. We gaan nu even bellen. Gaan we bellen? Gaan we bellen? Gaan we bellen. Oké. Bert doet de poging tot het bellen van Overdorp. Maar de kachel stoort op de telefoon, dus we moeten even wachten tot de. Maar je bent er gebeurd, man. Doet hij het niet? Nee, even wachten tot de kachel is laat, want dan hij doet het niet. De satelliet staat voor het raam. Interessant niet, ik heb wel naast de Ab van Zon gezeten op kantoor. Hoor je me? Hallo, ik hoor haar wel, maar ze hoort mij niet. Even een keer opnieuw. Hoi mijn. Oké, mag ik Dolf even van je? Dolf zal weer op de wc zitten, dat is gewoon. Een kleren zo in die auto. Lijkt wel een kantoor. Ik weet niet wat er gebeurt, maar. Kan jij niet meer opvangen? Dolf met Bert, goedemorgen. Wij zijn leeg. Wij zijn. Ja. Ik klink dat komt op. Ik bel uit de auto. Ik hoop vanmiddag en anders morgenochtend om 8. Om anders morgenochtend 8 uur. Het is hier koud, maar de wegen zijn schoon. Ja, alleen een beetje ijzel, maar geen sneeuw. Dat lag wel langs de weg, maar de wegen waren goed te bereiden. Wat ik van gehoord heb, ik heb er weinig van gehoord, maar het weer is goed hier, dus volgens mij moet dat kennen. Is goed. Hoe laat moet ik bellen? Hoe laat? Is goed, dat doe ik. Tot vanavond. Doei. Vertel. Let niet kijken. Het is gewoon een zootje. Ik krijg een oude rommel er allemaal van. Dat is ons koffiezetapparaat. Dat hoeft niet. Nee, onder die tram, het vuur komt er onderuit. Die nu naar links oversteekt? Ja. Eens kijken, we zijn er weer aan. Moet je die koppen in die handen zien? Dan moet je kijken dat de keer. Ja, dan gaan we het er zelf over, dus het zal nou ook wel wat minder worden. Er ligt gewoon helemaal niks. Het is gewoon dwars over de spoorbaan heen. Geinig zeg, hé. Ons koffiezetapparaat. Geinig hoor, Ruud. Nou, dit was dus een spoorbaan. We moeten hier verkopen, weet je. Stinkt hier wel, maar. Kijk dat wieltje.
Even meer dan links, Bert. Een beetje... Zie je dat? Het is hier normaal als de tram stopt en de mensen stappen uit dat de auto's even stoppen. Daar zijn we wel achter. Dat het enige waar ze naar luisteren hier. Kijk, ja. Voor de rest hebben ze geen verkeersregels. Ja, hallo. Ik zit te filmen. Ja, stoppen voor de tram. Waar moet je nou even stoppen? Heb ik dat weer? Moet je kijken. Weer die tram. Alles wordt hier gewoon op straat verkocht. Overal. Dit is de rode plein. Hierachter ligt de rode plein. Bert is natuurlijk weer stiekem en stout. Die gaat weer zo het rode plein op zonder wat te vragen. Maar ja, we zijn van die velse broekers wel gewend dat ze gek zijn. Het is Russische tijd. 2:30. Even kijken. 2:50. Dan is het bij ons 2:50. Dat weet ik wel goed. Ja. Ik heb een klein uitdaging. Daar staat een dagje dan, op het rode plein. Ik ben maar niet zo ver gereden als met Willem. En dan staan er alleen een paar andere auto's op, maar dan wordt die politie weer boos. Ik wil wel foto's maken, maar ze valt er al ietsjes op. Maar hij heeft nog andere bij. Oh. Dit is het rode plein. Kremlin. Hij is Rus. Is dat allemaal Rus? Russen kloppen. Dit is het Rode Plein. Dat is die winkel. Hier is een vliegtuigje geland. Dat is het Kremlin. Dat is de vrachtwagen. 1, 2, 3. Ik was helemaal gek in de kast. $2. En dan het werk. Ja, het werk. En dan en daar, kijk eens even werken. Oh, ik dacht dat wij aan het werk waren. Ja, ik zie het. Zal ik even motor geluid maken? Deze kant is ook mooi. Ja. Politie op plein. Waar mag hij wel op plein staan en ik niet met mijn vrachtwagen? Ja. Wat is de vraag? Waar worden we weer?